Het is 18 juli, dit is Hallo Gelderland. U thuis van harte welkom en het publiek uit Dieren. Nou, u heeft ze gehoord, die zijn er ook. Die zijn ook helemaal nog in WK-stemming. En misschien hebben ze dus deze week al die ultieme WK-snack genuttigd. Ik heb het over de chicken wing of het drumstickje. Het is het ideale televisievoer. Ons deskundige testteam is bezig en heeft al flink wat vet van de kinderen moeten vegen. In onze klaagbox ziet u hoe het fout kan gaan bij het bestellen en monteren van zonneschermen en rolluiken. En we gaan het hebben over Engelse les aan kleuters. Volgens sommigen kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen. En een groeiend aantal scholen geeft al Engelse les aan 4- en 5-jarigen. Onzin of een goede zaak? We bespreken het aan de hand van onze stelling. Geef kleuters Engelse les. Ja, die stelling leggen we ook voor aan onze twee gasten aan tafel. Beginnen we met Johan Derks van de Stichting Taalverdediging. Uw reactie op de stelling? Ik ben falikant tegen. Dat is heldere taal. Aan de andere kant zit Jeannette van Hel. En zij is hoogleraar taalkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En bij u zit dat een beetje anders, hè? Falikant anders. U bent voor. Ik ben falikant voor. Ja, zo. Nou, er heeft er hier al eentje erg zin om Engelse les te krijgen. Straks meer over die Engels sprekende toddlers van ons. Nu eerst een native speaker. Hier is Jodie Keane. This is a male world. No one ever said it's such a lonely world. This is a male world, but it's so beautiful in my lonely world, lonely world. Straks nog veel meer muziek van Jodie Keane. We gaan eerst eens naar de gadgets van vandaag. Nou, er staan hier van die jongens, die zijn allemaal groot geworden met pindakaas, denk ik. En die worden ook nog een heleboel groter. En die vinden zo'n machientje misschien wel heel erg leuk. Dit is een machientje, daar kun je zelf pindakaas mee maken. Alles wat je moet doen is er pinda's in gooien. Verder helemaal niks, er komt geen water of wat dan ook aan te pas. En je steekt de stekker in het stopcontact, klepje erop. Hou je oren maar dicht, want het maakt een heleboel herrie. Pindakaas! Kijk eens. Grote snoepte pindakaas. Als u er tegen kunt, dan kun je dus een heleboel pinda's vermalen tot pindakaas. En dan krijg je dus inderdaad dit. En dan wil ik heel graag dat jullie dat eens even proeven. Hou je mij vast? Jij houdt van pindakaas, toch? Wie nog meer? Wie wil nog meer pindakaas proeven? Dan moet jij even hier aan deze kant komen staan. Kom maar. Een hele kleine pindakaasliefhebber hier. Zo. Dan wil ik van jullie horen hoe dat smaakt. Ja, het smaakt echt naar pindakaas. Ja, is het lekker? Ja? Jij houdt heel erg van pindakaas, hè? Het is alsof het uit de winkel komt. Nou zeg, kun je het zelf maken. En hoe vind jij het? Lekker. Hij staat het allemaal nog weg te werken tussen zijn tanden. Het is wel een beetje droog, geloof ik. Zelf maakt pindakaas. Ja, ach, je moet er maar zin in hebben. Wij gaan naar een aantal andere leuke gadgets. Dit is een multifunctionele voetbal. Je legt hem over je armleuning en hij bewaart je bier, het voetbalschema en je afstandsbediening. En zeg nou zelf, meer heb je als man toch ook niet nodig? Voor de complete voetbalidioten is er een andere voetbal uitgevonden. De voetbalafstandsbediening. Eén minpuntje, voor het zeppen heb je wel twee handen nodig. En wil je na de wedstrijd een ander potje voetbal spelen? Dat kan met deze voetbalschijf. De schijf blaast lucht uit. En daardoor komt hij een heel klein stukje boven de vloer te hangen. Dat is een hovercraft een beetje. Hij is ideaal voor binnen, want de buitenkant van de schijf is lekker zacht. De schijf werkt trouwens alleen maar op een gladde ondervloer. Charmant, hè? Voetbal op je hakken. Maar het gaat wel met zo'n ding. We gaan hem weggeven aan u thuis. Wat u moet doen is ons uw mooiste WK-foto sturen. Wij kiezen er eentje uit. Een hartstikke leuk ding, kun je thuis mee spelen. Dus mailen naar hallogelderland@omroepgelderland.nl. Uw mooie WK-foto. We gaan naar de test. Lekker warm en hartig. De snack voor bij een voetbalwedstrijd. De chicken wing. Op zijn Nederlands, de kippenvleugel. Vandaag gaan we ze testen.
De duurste uit de test zijn de vleugels van Albert Heijn. €3,96 per zak van 750 gram. En de goedkoopste zijn die van de Aldi voor €2,49. En verder testen we de chicken wings van het C1000-merk, het merk Queens, Glenfell van Lidl en Olesi van Jumbo. Kippenvleugeltjes komen van vleeskuikens die voor ze 2 maanden oud zijn worden geslacht. Met als doel de kipfilet. De vleugeltjes en de poten zijn een bijproduct. Chicken wings zijn door de Amerikanen als snack populair gemaakt. In Nederland worden de vleugeltjes het meest gegeten in de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland. Per huishouden eten we bijna 700 gram vleugeltjes per jaar. Eet smakelijk. Zo, ik heb er net eentje snel weggewerkt. Want het is toch wel een beetje voer wat trekt. Hè? Het gaat bijna vanzelf naar de mond. Twan Smulders, topkok in Tolkamer, de Villa Corpera, waar je normaal kookt. Je had er zin in. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Ja. Nou, voor op de bank onder voetballen is het goed eten, ja. Ja? Ja. Zoals je ziet, denk ik, mijn bordje al bijna leeg. Dit staat niet bij jou op de kaart, denk ik. Ja, voor personeel. Ja, ja, maar dat is achter. Maar voor de schermen, zal ik zeggen, daar doe je niks mee, hè? Nee. Waarom niet? Ja. Ja, waarom wel? Ja, mensen komen hier voor mij voor kippenvleugels te eten. Nee. Nou, bij jouw buurman doen ze dat wel, want dat is Erik Mulder. Ja. Hij is een van de grote koks bij de kippenrestaurantketen Juffrouw Tok. Die kennen we denk ik allemaal wel in Gelderland. Ja. Bij jullie komen ze wel voor de kip, hè? Ja, bij ons komen ze voor de kip. We hebben kip piripiri. Dus bij ons staan ze wel op de lunchkaart. Wij serveren ze met chilisaus. En zoals ik het nu zie, zitten wel heel veel verschillen in smaak. En, ja? Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Jullie serveren dit ook op de kaart? Ja, het staat op onze lunchkaart. En gewoon als lekker, voor lekker bij een glaasje wijn of bij bier of wat gasten willen. Dus gewoon lekker. Als je nou in zo'n kiprestaurant werkt, dan denk ik op een gegeven moment ben je wel uitgekeken op die kip. Eten jullie nog veel kip zelf? Elke zaterdag eet personeel bij ons allemaal kip. Dus dat is standaard. Dus er wordt elke zaterdag gewoon lekker kip piripiri gegeten. Dus aan, het verveelt niet. Het is altijd lekker. Ja. Het is, de gasten, we hebben bepaalde gasten die komen 2-3 keer in de week. Dus geeft aan dat het niet verveelt en dat het aantrekkelijk blijft. Ja. Ben jij een beetje een kluiver, Sabine? Sabine de Herre, onze kritische consument. Die, Ik ben een kluiver. Ik vind die hele kippen wel fijner. Ja, dit is zo'n gemier met die dingen. Ja, dit is ook, kun je ook met niet charmant doen. Bezig om een beetje vulling te krijgen. Jezus, hè? Wanneer vult het nou? Ja. Dus, nee. En ga je dan voor de vleugeltjes of voor de kleine drumstickjes? Ik ga tot nu toe voor de vleugeltjes. En ik ga nou een rondje drumstickjes proberen. Nou, ik wens jou in ieder geval veel smakelijk eten en veel wijsheid ook. Gaan wij naar de laatste klacht van dit seizoen. Arie Swiers uit Doetinchem kocht vorig jaar maart voor zijn huis rolluiken en een zonnescherm bij het bedrijf Azon. Kostte €4.000. Ruim een jaar en een hoop gedoe later is de boel nog steeds niet voor elkaar. Er is van alles mis mee, hè? Ja, dat klopt. Ja, dit is het eerste eigenlijk al. Of het laatste eigenlijk. Die gaat niet open? Die gaat niet open. Wat is er nog meer mis? Dat het gewoon veel te laag zit. En het zonnescherm er niet tussen past. En het probleem is dan dat daar dus de gaten zitten van een rolscherm dat ertussen zat. En er nou niet meer tussen kan. Hoe is het zo misgegaan? Toen alles klaar was, zijn ze hier gekomen en de monteur kwam aan het meten. En toen zei hij van, dat past niet. Zonnescherm en rolluiken, en rolluiken, dat kan niet. Samen. En toen hoorde ik zeggen, dan zet je toch de rolluiken wat laag. Dan past het zonnescherm er wel tussen. Nou, niet tussen. Ik moet zeggen, schrijven, vertellen dat ik hier 8 monteurs achter huis heb gehad. En het wilde gewoon niet. Ze kregen het niet hersteld. Ze hebben het niet voor elkaar gekregen. De baas is zelf achter het huis geweest. En die heeft tegen mijn vrouw gezegd van, nou, ik moet eerlijk bekennen, ik moet hier mijn eigen personeel afvallen. Ja, wat zou u graag willen? Dit wil ik er niet meer achter hebben. Ik wil dat ze het eraf halen. En alle schade wat daar is door aangegaan, dat vergoed wordt. Kortom, geen gaten meer in de muur. Nee, ik bedoel, er moeten allemaal nieuwe stenen in. En, het is eigenlijk te gek voor woorden. Ja,
Meneer Sears, wij hebben contact opgenomen met de Doetinchemse firma Azon. En zij erkennen de fout die ze hebben gemaakt met de rolluiken. Ze zeggen, ja, we hebben wel contact gezocht met meneer Sears. Het was niet helemaal duidelijk elke keer wat hij nou wilde. Maar ze zijn de beroerdste niet. Ze willen het allemaal wel graag voor u gaan oplossen. Dus ze willen graag bij u langskomen om alles te herstellen. Alle gaten in de muur dicht, stenen herstellen, de boel van de achtermuur af. Zodat u weer met een schone lei, een schone achtermuur kunt beginnen. Bent u daar een beetje tevreden mee? Ik wacht af. Dan gaan ze doen. Hij blijft cynisch. Ze komen het in orde maken. Reken maar. Dan reken ik erop. Oké, nou veel succes ermee. Dank je wel. En zoals we al zeiden, de laatste klaagbox van dit seizoen. Uw klachten zijn natuurlijk welkom, maar vanaf september gaan we pas weer klachten oppakken. Gaan wij hier verder praten over Engelse les voor kleuters. Want is dat nou lekker meegenomen? Hele jonge kinderen die al een graantje meepikken van een van de wereldtalen toch? Of is het gewoon tijdverspilling? De feiten op een rij. Sinds 1986 krijgen basisschoolkinderen vanaf groep 7 Engelse les. Maar steeds meer basisscholen gaan dat Engels al aanbieden aan veel jongere kinderen. Vanaf 4 jaar. Kleuters dus in groep 1 en 2. Op basisschool Het Klinket in Arnhem doen ze dat ook. Met behulp van Pop Tom. How do you call that? I'm washing my face. Op 300 van de 7000 basisscholen in Nederland krijgen kleuters Engelse les. En dat aantal groeit flink, ook in Gelderland. Waarom geeft u Engelse les aan zulke jonge kinderen? Nou, het is eigenlijk een beetje vanzelf uit de kinderen gekomen. We lezen elke morgen de namen op en dan vragen we ook aan de kinderen van, ben je er? En dan zeggen ze de ene keer ja, juf. En op een gegeven moment zeiden de kinderen van, good morning. En de volgende zei ook, good morning. En toen dachten we van, hey, dat is grappig. Ken je nog meer Engelse woorden? En zo kwamen we aan tellen van het Engels. We kwamen aan de kleuren in het Engels. En toen vroeg ik ook aan de kinderen, hoe komen je dan aan al die woorden? Toen zeiden ze ook van, ja, dat zien we ook op televisie. En met onze computerspelletjes doen ze het ook heel veel. Het aantal uur dat er in de kleutergroepen wordt besteed aan een buitenlandse taal verschilt. Van een half uur tot wel 3 uur in de week. Daar zijn geen regels voor. De school bepaalt het allemaal zelf. Nee, we geven het ongeveer 20 minuten tot een half uur per week. Het is ook een pilot om te proberen hoe leuk de kinderen het vinden. Nou, mijn groep en de andere groep die het nu doet vinden het heel erg leuk. En ja, Tom hoort er gewoon bij in de klas. Sinds begin dit jaar loopt er in Nederland een onderzoek naar de Engelse lessen. Resultaten zijn er pas over 3 jaar. Tot die tijd mogen scholen zelf hun beleid bepalen. Brushing your teeth. Oké. Velen zijn enthousiast, maar er zijn ook kritische geluiden te horen. Moeten er bijvoorbeeld geen regels komen? En gaat de tijd die aan het Engels wordt besteed niet ten koste van het gewone Nederlands en bijvoorbeeld ook rekenen? Bye-bye, zeggen de kleuters daar. En dat kunnen ze in het Engels, omdat ze Engelse les krijgen. Onze stelling vandaag, geef kleuters die Engelse les. En onderweg van dieren naar Arnhem hebben wij die stelling ook voor de voeten van ons publiek gegooid. Nou, ik ben het ermee eens, omdat op spelletjes op de computer en gewoon op spelletjes staan ook heel veel Engelse letters. En dat moet je dan wel leren kennen, bijvoorbeeld. Ik ben het oneens, want kleuters moeten gewoon kunnen spelen. Zo. Als kleuters al met speelgoed gaan spelen en niet gewoon gaan rekenen leren en zo, waarom zouden ze dan wel Engels gaan leren? Kleuters die zijn gewoon heel jong en die hoeven het nog niet te leren, want ze kunnen ook hun ouders om hulp vragen daarvoor. Ach, er zijn andere dingen in het leven. Ik zeg wel, jongen, ze zeggen wel eens jongen leert oud gedaan, maar ze beginnen ook wel te vroeg mee. Verschillende meningen, ook onder de kinderen in de bus dus. Al toevallig dat er heel veel kinderen in de bus zaten vandaag. We hebben de stemmen bij elkaar opgeteld. En dan komen we op een percentage uit van 19% van de mensen in de bus die zegt, ik ben het ermee eens. Ik wil dat de kinderen zo vroeg al wel Engels leren. En de rest, 81%, is het daar niet mee eens. Ja, we hebben hier aan tafel twee taaldeskundigen. Johan Derks, hij is van de Stichting Taalverdediging. En Jeannette van Hel, zij is hoogleraar taalkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mevrouw van Hel, om met u te beginnen. U zei daarnet, falikant ineens met mijn tegenstander. Het is juist goed om kinderen van een jaar of 4 al Engelse les te geven. Ja, en het is met name goed voor het aanleren van een goede uitspraak van het Engels. Dat, daarvoor geldt echt, je moet zo vroeg mogelijk beginnen. Maar dan moet je dus wel native speakers hebben, denk ik. Want met alle respect, de juffrouw die daarnet het Engels gaf, is geen native speaker. Ja, ik deel je respect, maar het is inderdaad waar dat als je het goed doet, dan moet je ook zorgen dat er een goed model voor de klas staat. Dus een moedertaalspreker zou het beste zijn. Maar waarom is het zo belangrijk dat we die uitspraak bijvoorbeeld goed leren, dat dat zo vroeg al gebeurt?
Nou, de aansturing van de mondmotorieken, dus hoe je spieren aanstuurt in je mond, dat is iets wat je heel jong moet doen. Het is feitelijk net als allerlei andere motorische bewegingen. Als je op een later leeftijd leert lopen, gaat het altijd een beetje houterig. En dat geldt eigenlijk ook voor het leren van een mooie uitspraak van een taal. Ja, ja. Dus puur voor de uitspraak zou je zeggen, 4 jaar is beter dan 11 jaar. Ja. Ja, meneer Derksen, u was het falikant oneens met de stelling. Niet doen. Nou, om even daarop in te gaan, dat kost natuurlijk nogal wat. Als je native speakers hier naar Nederland wil halen. Of eigenlijk zou ik moeten zeggen moedertaalsprekers. Ja, okay, ja. Maar goed. We houden het in het Engels. Hè, dus. We houden het even in het Engels, het gesprek. Ja. Maar toch, er zijn er toch ook genoeg die hier rondlopen. Moedertaalsprekers. Nou, ik denk dat dat geen goede modellen zijn zoals mevrouw Van Hel bedoelt. En bovendien, wat is nou eigenlijk het belang alleen van de uitspraak? Het is veel belangrijker, dat werd ook in de bus gezegd, dat de tijd en het geld wat besteed wordt aan het aanleren van de uitspraak van Engels, dat het veel aan allerlei dingen besteed kan worden. Voor je eigen ontwikkeling van een kind zijn allerlei dingen belangrijk. Niet alleen dat Engels. Bijvoorbeeld kennis van de natuur. Ja, nee, maar als je nou 20 minuten per week Engels geeft en een kind heeft daardoor jaren later een enorme voorsprong en komt beter in de nieuwe wereld terecht, dan denk ik, nou, dat is misschien wel waard. Dat kind heeft geen voorsprong. Er wordt hier een soort campagne gevoerd in Nederland om alle kinderen min of meer gedwongen, want dat is eigenlijk staatspedagogiek, hè, Engels te leren. Terwijl, weet u wat er gebeurt? Als alle boeren koffie gaan verbouwen, ja, dan gaat die koffieprijs, die gaat kelderen. Ik zie even en al die, ouders, al die ouders die denken van mijn kinderen, die moeten echt Engels leren, want dan krijgen ze het betere banen, die vergissen zich. Oh. Want daar is helemaal niet zo'n behoefte aan. Maar de uitspraak is beter, je staat beter in de nieuwe wereld, noem ik het maar steeds. Reageert dus op meneer Derksen? Ja, aan de ene kant is het vroeg beginnen met het Engels natuurlijk heel goed voor de uiteindelijke beheersing van het Engels. Want hoe jonger je begint, hoe meer ruimte je hebt om de taal goed te leren. En dat geldt specifiek voor de uitspraak van de taal. Maar er is nog een ander voordeel van het al jong leren omgaan met een andere taal. Er is veel onderzoek dat laat zien dat kinderen die vanaf jongs af aan met twee talen zijn opgegroeid, veel beter in staat zijn om selectief de aandacht te richten op bepaalde informatie, tegelijkertijd irrelevante informatie, dus informatie die er even niet toe doet, te inhiberen. Dus kinderen die twee talen zijn opgevoed of heel erg jong al een vreemde taal hebben geleerd, zijn heel goed in het scheiden van hoofd en bijzaken. Dat neem je ook mee op andere terreinen. En dat neem je inderdaad mee op andere terreinen. Dus kijk, op het moment, we weten uit onderzoek, ik praat nu Nederlands, maar mijn kennis van het Engels is op dit moment actief. Nou, hoe komt het nu dat ik niet te pas en te onpas allerlei Engelse woorden in mijn Nederlands plemp? Dat komt omdat ik een systeem heb ontwikkeld dat mij in staat stelt om de ene taal van de andere taal te scheiden. Dus in feite biedt tweetalig onderwijs of het leren van Engels op school een hele goede training voor cognitieve vaardigheden die je ook op andere gebieden kunt inzetten. Zit daar wat in? Nee. Mevrouw Van Hel, waarom, als u spreekt over tweetalig onderwijs, waarom spitst u dat alleen toe op het Engels? Wij zitten in een meertalig Europa. Er worden hier alleen al binnen de Europese Unie worden 21 talen gesproken. Mm-hmm. Maar ook de overheid, hoor, moet ik toegeven, die concentreert het debat helemaal op het Engels. Mm-hmm. Wij krijgen allemaal die Angelsaksische bril. Als wij werkelijk ons willen internationaliseren, dan moeten we eigenlijk terug in de tijd. Ik ben ontzettend blij dat ik Frans, Duits, Engels spreek. En nog een paar andere talen. Mm-hmm. Wat stelt u voor dan? Chinees bijvoorbeeld ook, of Spaans op jonge leeftijd aanleggen? Bijvoorbeeld. Dat zou veel vooruitgang kunnen geven. Want dan hebben ouders, die hebben ook de keus. En dan natuurlijk niet op 4, 5-jarige leeftijd. U weet ook dat uw pleidooi blijft dat dat inderdaad later moet gaan gebeuren, omdat ze in het begin toch met andere zaken ook bezig moeten zijn. Ik wil nog even naar de, wat wij constateerden is dat er eigenlijk geen regels zijn. Dat het groot onderzoek is er nog niet in Nederland. De kwaliteit verschilt enorm. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, lijkt me dan? Nee, als je iets aanbiedt, dan moet je het ook op een goede manier aanbieden. En als je 20 minuten per week, want daar hebben we het over bij die kleuters, Engels aanbiedt, dan moet je dat door een moedertaalspreker laten doen. En het is inderdaad noodzakelijk dat er wat meer zicht komt op de kwaliteit van hoe het Engels wordt gegeven. Dat geldt voor het Engels, maar dat geldt ook voor allerlei andere vakken.
Denkt u dat het te stoppen is, die ontwikkeling van vroeg Engels leren en misschien ook nog een andere taal bij Spaans? Dat hoor je ook vaker. Ik ben geen politicus. Ik spreek gewoon puur op basis van onderzoek. En, wat u betreft hoeft het ook niet gestopt te worden, want nee, u zegt dat moet juist door. Precies, als ik kijk naar de resultaten van het onderzoek, dan zijn er heel veel voordelen te behalen bij het vroeg aanleren van het Engels. En we willen toch allemaal dat onze kinderen straks hele goede wereldburgers worden. Want de wereld is mondiaal. Maar dan kunnen ze toch beter op 8, 9, 11-jarige leeftijd daarmee beginnen. Want die onderwijzers, die zijn niet goed opgeleid. Dat is ook, blijkt uit onderzoek, dat de aansluiting van de basisschool op de middelbare school, wat de talen betreft, wat het Engels betreft, nogal beroerd is. Mm-hmm. Laten ze daar geld in investeren. Nou, u noemt nu in feite twee dingen. Aan de ene kant, en dat ben ik helemaal met u eens, de kwaliteit van het Engelse onderwijs mag best als kritisch onder de loep worden genomen om daarmee de kwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd zeg ik, het is heel erg goed voor de uitspraak om zo vroeg mogelijk te beginnen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen. Als je het doet, moet je het goed doen. Dus zorg ervoor dat je moedertaalsprekers als model hebt voor de klas staan. En probeer het op spelende wijze, want we gaan natuurlijk niet die vierjarige peuters achter de tafel zitten en rijtjes rammen. Zo werkt het niet. Het wordt op een hele en dat zag je ook in het filmpje. Het wordt heel spelende wijze wordt het aangeboden. Ja. En kinderen vinden het leuk. Hier vinden ze het minder leuk, geloof ik maar. Ja, wilt u mee discussiëren, dan kan dat op ons forum. Forum.omroepgelderland.nl. Ja, dat kan in ieder geval. En wat wij nog kunnen melden over dit onderwerp is dat de D66 naar aanleiding van onze uitzending en ons onderzoekje kamervragen gaat stellen over de kwaliteit van het Engels onderwijs dat wordt gegeven op basisscholen aan vrij jonge kinderen. Want ook zij vinden dat daar misschien eens goed naar gekeken moet worden. We gaan een duim omhoog steken voor het positieve en opmerkelijke nieuws dat we deze week vonden. Kijkt u ook naar het WK? Dan bent u goed bezig, want u bespaart energie. Zodra Oranje begint te spelen, daalt het energieverbruik met 500 megawatt. En dat betekent dat één hele energiecentrale stilgelegd zou kunnen worden. Online shoppen, maar de kleding wel eerst passen voordat je bestelt. Dat kan online met je eigen poppetje. Op mimicme.com kun je je eigen figuur maken, die kleren aan laten trekken en rond laten draaien. Zo weet je ook zeker dat je een goede koop doet. En goed nieuws voor de mensen die de zomer alweer zat zijn. Zondag kunt u naar een kerstmarkt in Zelhem. En de markt is er voor het goede doel. Nou ja, soms in het café komen we eens op gekke ideeën. En dan willen we dat ze met een benefietconcert of gewoon iets dat er iets eraan hangt. Dat vinden we het leukste eigenlijk om te doen. Wat is het goede doel dit jaar? Dit jaar is Doe een Wens Stichting. Wat is er allemaal te doen zondag? We hebben een schans, een grote schans. En we hebben kerstbomen, wenskaarten hebben wij, muziek, kerstkoor, van alles is er. Glühwein? Ja, natuurlijk. Ja, oh, lekker. En de kerstman, die is er ook. Ja, ze leek een beetje op Kabouter Plop, maar het is echt, het is geen grap. Café de Tol, Zelhem, kerstmarkt, dit weekend. Wij gaan hier maar eens kijken wat het geworden is. Twan is nog steeds gewoon, die eet gewoon alles op wat hier ligt. Je kunt er niet genoeg van krijgen, hè? Ja. Kwaliteitsvoer, een keer hier op tafel. Kipkluiven dus. We hebben 6 merken lopen testen. Hoe was het over het algemeen, Twan? Zet op de kaart. De winnaar. Er is wel verschil tussen. Toch wel? Duidelijk. Oh. Ja? Dus er is ook echt een echte winnaar. Ja. Een echte winnaar en een echte nummer 6. Nou, laten we bij de nummer 6 beginnen dan. Wat was de slechtste voor jullie? Doe maar deze. Nou, ja. Laat maar eens kijken dan. Merk A, het is de duurste. Dit is die van Albert Heijn. 3,96 voor 1,5 pond. 750 gram. Dan gaan we naar nummer 5. Vijfde plaats is geëindigd merk B. Merk. Het was mooi, die was oranje en we hadden gele en zwarte en rode. Het is echt zwarte? Ja, die is op. Oh, die was lekker, die zwarte. Ja, die was heel lekker. Ja, die was heel lekker. En deze, die dikke stukken en lellen en hij plakte. Dus, dikke stukken, lellen en hij plakte. Ja. Het is die van Queens bij diverse supermarkten te koop. Ik moet er wel bij zeggen dat Queens een kippenvleugel is die volledig gelders is. De kippen zijn hier groot gebracht, hier geslacht en hier ook klaargemaakt. Op 4... Top. Op 4 hebben wij nummer 4. Nummer D is dat. D. Dus de smaak was lekker. Maar ik vond het zo ook wel wat lellerig. En, lellerig? Ja. Laat maar eens vallen dan. Dan zien we dat hij van de Glenfell is. Hij is van Lidl en kost 2,79. Okay. Dan de top 3.
Sabine, wat had jij als top 3? Top 3. Op de derde plaats is geëindigd merk E. Dat was veel vlees. Dat was echt een, nou ja, een, hoe zeg je dat? Een bulimia kip. We hadden ook anorexia kippen. Daar zat gewoon geen vlees meer aan. Dus ik heb liever zo'n bulimia kip. Ja. Oké, ja, goed zo, hoor. Gooi er maar mee met al die enge woorden. Het is die van Olesi bij Jumbo te kopen. Hij is vrij prijzig ook. 3,74. En dan gaan we naar de nummer 2, Twan. Nummer 2, dat was nummertje F. Merk F, want die was wel krokant. Ja. Krokant. Op zich van de rest was krokant. Ja. En die smaakt ook, vond ik, echt naar peri-peri. Want peri-peri is een beetje pittig. Ja, dat is erg pittig. Dus we zijn benieuwd... Nou, laat het maar vallen. Was het net niet. Nee, ja, was het net niet. 2000 was het net niet. Kip. Daar zat ook een haar aan. En daar knap ik wel een beetje op af. Ja, daarom is die 2, maar hij was wel lekker. Nou, dan is hij niet van de C1000 die haar, hoop ik tenminste. Nee. Ook de C1000 kip is volledig gelders. Hier grootgebracht, geslacht en klaargemaakt. Nou, dan laten wij aan onze gasten in het midden de nummer 1. Nou, op nummer 1 hebben wij merk C. En waarom? Dus die vonden we erg lekker. Goed vlees, goede structuur, goede smaak. Dus lekker om lekker te kluiven met een goed glas bier of een wijntje. Geen haren of veren nee, bij. Nee, het was goed. Het was echt goed. Het was goed kluiven? Ja, was goed kluiven. Het was goed kluiven voor weinig, want het is ook nog het goedkoopste. Aldi wint de kip kluif chicken wing test van Hallo Gelderland. Ik ga nog even alles op een rijtje zetten en dan ziet u dat op 6 geëindigd zijn de chicken wings van Albert Heijn. Op 5 die van Queens. Op 4 de Glenfell. Op 3 Olesi. Op 2 C1000. En op 1, de goedkoopste ook in deze test, de chicken wings van Aldi. Volgende week. Wat gaan we dan doen? Barbecue, wedstrijd. Ja, we gaan wat anders doen. We gaan niet meer testen. Want dan hebben we de voorronde van de barbecue-wedstrijd van Hallo Gelderland. En we hadden prachtig weer, zeg. Kijk er maar eens even. Ik heb het gebruikt. Als ik ze nog langer ophoud. Wel lekker. Het is een beetje van slagveld dit. Als vijfde finalist wil ik feliciteren. Ja, dat houden we dus nog even geheim. Hè. Volgende week de voorronde van onze barbecue-wedstrijd. Wordt hartstikke leuk, dus vooral kijken. We gaan naar de muziek van vandaag. Zij is uit een Schotse familie, geboren in Engeland en opgegroeid in Brabant. Kunt u het nog volgen? Ze zong tot nu toe veel in achtergrondkoortjes van anderen. Maar inmiddels is haar solo-carrière ook een feit. Ze heeft beloofd dat dit jaar nog haar nieuwe cd uitkomt. We laten u wel alvast kennis maken met een nieuwe single. Hier is Jodie Keene met I Remember. Feeling the past moving in. Letting a new day begin. To the time that you know you don't have to move on to let go. Add to the memory a key. Remember. Remember how it was.
past moving in. Jody King, onthoud haar naam en ook haar nummer. Want dit is toch wel een prachtig nummer om zo te horen. Van het weekend, leuke ding om te doen. Wat zag ik nou bij jou staan? De Naked Bike Run in Wageningen. Ik wist dat je het ging zeggen. Ja, nou ja, maar er is ook voetbal en het is vaderdag. Ja, nee, bloot op de fiets tegen milieuvervuiling. Dus van Wageningen naar Arnhem wordt er gefietst. Als u wil gaan kijken, het wordt 15 graden. Hè? En vaderdag natuurlijk. En het topcadeau is een skottelbraai, zie ik. Ja, tot volgende week. Dan gaan we skottelbraaien. Ja, nou, bang hier.